Deze hier. Ik heb weer een leuk nieuw kaartje in gedachten dat ik graag met jullie samen wil gaan maken. En deze keer wordt het een stoere jongens of ja, voor stoere meisjes kan die natuurlijk ook kaart. En ik heb er weer heel veel zin in. Ik heb hier weer verschillende producten van Studio Light voor me liggen van Creative Craft Lab. En een leuke combi denk ik. Ook iets van Sweet Stories heb ik erbij liggen. We gaan een beetje shaker kaartje maken. En we gaan daar gewoon eigenlijk gewoon ja, eens kijken of we daar iets stoers van kunnen maken. Ik leg even de artikelen weer aan de kant. En dan gaan we lekker van start. Zo. Oeps, ik stootte volgens mij tegen mijn camera aan. Niet echt heel erg handig. Oké, voor de basis van mijn kaartje. Dan zal ik heel eventjes de spulletjes bijpakken waar ik voor heb gekozen. Dit is een alfabet stencil van Creative Craft Lab. En die is echt onwijs tof. Er zitten eigenlijk alle letters in van het alfabet en het N-teken. Ik heb ze aan een bindring zitten. En daar kun je ze ook gewoon makkelijk, er zitten gaatjes in, dan kun je ze makkelijk bij elkaar houden. En dat omhulsel, dat ook vooral niet weggooien. Want het is kei leuk om kaartjes met een inktblending te gebruiken of zoiets. Dat heb ik ook al op mijn YouTube kanaal staan, dus ga vooral ook even rondkijken. Ik zal daar ook linkjes eventjes van bij in deze video onder... Ja, in de beschrijving van deze video zetten. Dus dan kun je het ook makkelijk terugvinden. Dus hoe je dan bijvoorbeeld dit kunt gebruiken voor de inkt. Of trouwens, ik weet eigenlijk niet zeker of ik daar een video van heb. Misschien staat hij wel alleen op mijn Insta. Oeps. Nee, ik denk het wel. Nou, we gaan wel gewoon even kijken. Maar goed, deze letters gaan we dus gebruiken. En ik heb dat alvast even voorbereid. Ik heb namelijk het woordje jarig al eruit gesneden. Dus dan heb je de letters van dit woord, gebruik je helemaal en dat snij je dan uit. De letters die eruit komen kan je dus ook weer gebruiken om een ander kaartje mee te maken. Maar je legt eigenlijk gewoon zo'n letter op je papier, je tekent om die randen heen en je snijdt hem uit, in mijn geval. Dus als je zo'n letters gewoon los ergens op wilt plakken, dan kan je ze gewoon erop plakken, kan je ze gewoon knippen. Ik heb ze dus uit papier gesneden en hier komt dadelijk een shaker van gemaakt. Dus daar heb ik gewoon de letters van jarig heb ik gebruikt met dit stencil. Ik leg deze meteen heel even aan de kant. En wat ik nog hierbij heb gedaan, is als ik dat heb uitgesneden, ik heb hier, want het is natuurlijk best een groot woord, heb ik deze nested squares van Craft Lab er even bij gepakt. En dan heb ik de buitenste rand, daar zit een stiksteekje. En die vond ik wel leuk om te gebruiken bij de basis van mijn kaartje. Dus de nested squares. Allemaal toffe vierkanten met allemaal verschillende randjes zoals jullie zien. Hele leuke set. Met het nummertje CCLESCD690. En dan heb ik dus de buitenste rand gebruikt. En die heb ik dan hier zo gestanst. Dus dat je zowel eigenlijk aan de boven- en aan de onderkant nog een klein stukje meer speling hebt. Dit is een kleine 2 centimeter. En aan de bovenkant is die helemaal 2 centimeter. Dus ja, ik heb dat niet helemaal. Dat kan je niet precies keurig meten. Maar ik doe dat ongeveer een beetje op gevoel eigenlijk. Dan heb ik daarnaast met diezelfde stans. Heb ik ook een stukje uit heel tof designpapier. Ik zal die paperpadjes ook even aan jullie gaan laten zien. Deze zijn nieuw van Studio Light. En die wilde ik eigenlijk hier zo erbij gaan verwerken. Dus dat je een lekker grote kaart gaat krijgen zoals je ziet. Ik zal eerst eventjes die paperpadjes aan jullie laten zien. Want die zijn echt wel weer heel erg leuk. Ik ben blij dat er weer lekker nieuwe paperpadjes zijn binnengekomen. Of gaan binnenkomen moet ik zeggen. En dat is wel heel tof. Ik gebruik eigenlijk bijna alleen nog maar deze Studio Light paperpadjes in combinatie met wit en zwart cardstock. Maar er komen dus 4 nieuwe met patroontjes en 4 effe kleurtjes. De patroontjes die heten Shades of Green. Nou, daar heb je ook een effe blokje van. Die zal ik zo ook even laten zien. Maar dit is dus het pattern Shades of Green. 170 grams A5 formaat. 36 velletjes in 18 kleurtjes. En er zitten hele toffe printjes op. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ik kan ook even... Zo. Maar ik denk dat het beter is als ik hem gewoon even doorblader. Nou,
We hebben dus vier blokjes en in alle vier die blokjes zitten allemaal deze leuke basisprintjes designpapier. En ik vind die zo tof en zo goed bruikbaar voor alle tijden van het jaar. En je hebt dus echt onwijs veel kleurtjes. Ik ben echt, deze moet je wat mij betreft gewoon echt veelvuldig inslaan. Dus dit is de Shades of Green. Dan hebben we hem ook in Shades of Brown. Dus er zitten allemaal bruin en grijs tintjes in, zoals je ziet. Dus dezelfde patroontjes eigenlijk. Echt onwijs gaaf. De Shades of Brown dan. Dan de Shades of Blue. Oh, ik zal trouwens even de nummertjes geven. Shades of Brown, dat is SLASPPP 166. En dit is hetzelfde, alleen dan op de laatste drie cijfertjes 164. Deze is 166. Deze is 165, Shades of Blue. Blader ik ook eventjes door. Echt te gek. Het zijn dus allemaal dezelfde patroontjes in die blokken, maar dan in allemaal toffe andere kleurtjes. Dus dat kun je heel leuk mixen en matchen met elkaar. En dit is met als achterkant nummertje 163, de Shades of Pink. Vind ik ook helemaal tof. Ik ga er best wel snel doorheen, maar ja. Dit is gewoon een must-have als je het mij vraagt. Hele leuke basispatroontjes die je dus super fijn kunt combineren. Nou, en dit zijn dus de patterns. En dan hebben we ook nog de effenblokjes. En dat zijn er dus ook vier in dezelfde kleurtjes. Dus dan heb je ook weer Shades of Green. Die je dus net ook had. Dus dat kun je ook weer allemaal lekker met elkaar matchen. Zie je dat? Shades of Green met het nummertje SLASUPP 156. Dit is dus de Unicolor. Niet de Unicolor. Shades of Brown. Met aan de achterkant nummertje 158. Dus de Unicolor. Shades of Pink. 155. Shades of Blue. 157. Nou, dan heb je echt wel weer een hele toffe basis om mee aan de gang te gaan, denk ik zo. Er zitten echt onwijs veel verschillende tintjes in. Dus dat is super leuk. Ik moet even kijken dat ik weer een beetje plek maak voor die paperpads. Nou, ik heb hier dus deze uit die Shades of Green gehaald. En deze komt dus uit het Shades of Brown. Het gewoon het Unicolor blokje. Even kijken, dan had ik, want ik wilde graag een mat randje erachter en dat deze twee samenkomen. Want kijk, dit is natuurlijk best wel een grote kaart wordt dat en dat vind ik ook helemaal leuk. Maar dat wil ik natuurlijk wel op één papier, dus niet op losse delen hebben. Nou, wat ga ik doen? Ik ga dadelijk deze hier opplakken en deze hier opplakken. Nu nog niet, zometeen. En dan zie je ook dat ik dan gewoon een leuk wit randje krijg en dat dit gewoon ook helemaal mooi bij elkaar past dan. Ik zal even meten wat dat witte papiertje van formaatje is. En die is 23,7 bij 15,2. Dus 23,7 15,2. Wat ik heb gedaan. Ik heb ook uit die Shades of Brown heb ik ook dit. Dat is een iets donkerdere. Dus meer richting het, ja, het is eigenlijk nog een grijs tintje. En die wil ik straks hierachter hebben. Dit wordt namelijk mijn shaker, mijn letters. En wat daar natuurlijk nog tussen moet, is een stukje acetate. En die heeft Studio Light nu ook voortaan. Ik denk dat jullie mij dan niet kunnen zien. Dus het is gewoon een transparant eigenlijk plasticje. En die komt hier dus achter, zodat je daar schutmateriaal tussen kan doen. En de reden dat ik hiervoor heb gekozen, ik ga dadelijk de botsauto van Sweet Stories erbij pakken. En dan vond ik het een beetje zo de kleur van zo'n botsauto baan. En ik wil ook een beetje dat de stoere kaart wordt. Dus dan is dat wel heel erg gaaf, denk ik. Dit zijn de acetate sheets van Studio Light in het formaatje 20,3 bij 20,3. En het nummertje van dit is SLCOACS05. Dus dat zijn acetate sheets in
zes sheets zitten er in een verpakking. En ja, ik gebruik die altijd heel erg graag ook. Ik denk dat we eerst gewoon lekker die shaker gaan maken. En dan gaan we daarna weer verder. Ik ga eventjes dit een beetje stofvrij maken. Doe ik gewoon altijd een beetje over mijn kleren heen. Dat het ergste eraf is. Ik laat nog wel eens iets vallen. En dan heb je best wel snel allemaal rommeltjes erop zitten. Dan ga ik even wat lijm doen. Hier zo aan de achterkant van mijn papier. En daar ga ik het dus het acetate dadelijk op plakken. En dat doe ik dan dus gewoon om de letters heen. Zodat die dadelijk gewoon netjes erop vastzitten. Kijk hier ook op die stukjes aan de binnenkant. Dat dat gewoon ook netjes goed vast zit zometeen. Het wordt dus een keer een kaartje met een Nederlandse tekst. Want ik heb dus de tekst jarig gemaakt met dat stencil. Nou, en dat kan ik ook wel in de video doen. Maar dat ben ik altijd echt pietje precies in. Ik vind het netjes en fijn als dat gewoon echt maar helemaal mooi eruit ziet. En dat vind ik best wel lastig om op camera te doen. Want dan wil ik met mijn neus erbovenop. Nou, dat gaat natuurlijk niet als mijn camera aanstaat. Dus vandaar dat ik dat vast even had voorbereid. Dan ga ik dat stukje acetate ga ik hier opplakken. Zorg dat je een beetje in het midden komt. Nou, die acetate maak je gewoon ongeveer net zo groot als dat je woord is bij mij. Dus zorg ik dat die aan de zijkant en boven en onder wat uitsteekt van je tekst. Hè? Want als het te krap zit, dan kan je hem niet zo goed bevestigen. En dan gaat je shaker ook niet goed blijven zitten. Ik ga dus overal waar die lijm zit, ga ik eventjes mijn vinger eroverheen om het een beetje aan te drukken. En dan ga ik het zo meteen even met rust laten. Maar ik ga even met gewoon mijn mouw van mijn shirt, ga ik gewoon even hier overheen. Zodat dit ook weer een beetje netjes is. Zo. Mocht je hebben geknoeid, zou je dat eraf kunnen strijken nog een beetje. Maar je kunt het ook laten drogen, dan droogt het gewoon transparant op. Maar dit gaat nu dus heel even gewoon aan de kant liggen. Ja, ik ga dat eerst even gewoon een beetje goed laten drogen. Daar ga ik zo meteen mee verder. Ondertussen ga ik wel eventjes vast mijn botsauto in elkaar zetten. Dat is deze, de bumpercar van Sweet Stories. Echt super leuk is die. Die kun je dus uit allerlei losse onderdelen in elkaar zetten. Nou, vorige keer heb ik een leeuwtje erin gezet. Ik heb al een video gemaakt met deze botsauto. Dat is zeker. Dus geen twijfel over mogelijk. Die link zal ik even ook in de beschrijving zetten. En in die botsauto heb ik ook lampjes gemaakt in de lampen echt van de auto. Dus mocht je willen weten hoe dat werkt, kijk dan even in de beschrijving. Dan staat een linkje naar die video. Nou, toen heb ik een leeuwtje erin gedaan. Ook een stempeltje van Sweet Stories. In die video heb ik ook verteld dat je heel leuk je kraftlapdiertjes erin kan doen. Dus dat gaan we in deze video zeker ook doen. En ik ga dus eerst lekker deze in elkaar zetten. Ik heb hier alle onderdelen alvast uitgestanst. En dan gaan we eens kijken hoe ver we gaan komen. Je ziet het misschien al liggen. Bovenop heb ik een glitterkleurtje. Ik vind botsauto's zijn een beetje zo metallic zeg maar kleurtje. Vind ik gewoon leuk om dat een beetje na te boten. En ik heb hier het paperpadje Vintage Christmas van Studio Light voor gebruikt. En dan een groen glitterpapiertje. Nummertje hiervan is SLESPP50. Zo. Hopskee, deze gaat weer even aan de kant. En dan gaan we even kijken, alle losse onderdeeltjes, ja die mogen nu wel gewoon van mijn papiertje af. Zo hou ik het altijd even een beetje bij elkaar, totdat ik mijn video echt het in elkaar ga plakken. Ik heb hier de onderkant van mijn botsautootje. En die ga ik hier zo eronder maken. En deze bumper komt dan straks hier zo aangesloten. Dus ik ga eerst even die bumper erop plakken. Aan de onderkant. Dit deeltje heb ik dus zwart gemaakt. Dit is de bumper die erop komt te liggen. En eigenlijk is het ook wel grappig om die misschien met een stukje foam op te plakken. Ga ik doen. Vind ik leuk. Gewoon een klein stukje foam tape. Gewoon omdat het kan en omdat het super leuk is.
Even mijn schermlaagje meteen eraf. Dat is makkelijker. Je kunt hem dus ook plat gewoon erop plakken. Dat is net wat je zelf wil, hè. Dat is allemaal goed gewoon. Eigenlijk vind ik het gewoon wel leuk om, om daar weer een beetje mee te spelen en wat diepte aan te brengen. En dan ga ik die bumper hier onderaan op dat zwarte stukje plakken. Oh, dan komt hij niet goed uit. Ha, hij moet niet precies aansluiten. Zo. Anders gaat hij niet lukken. Zo. En deze gaat hier zo erop komen. En die plak ik gewoon plat op. Dus dat die bumper gewoon even lekker uitsteekt. Vind ik wel grappig. Zo, hij moet niet helemaal tot bovenaan lijmen. Eigenlijk alleen aan de onderkant een beetje. Zo. En dan, oeps. Dan laat je hem zo mooi een beetje aansluiten. Je kunt daar ook nog een randje zwart tussen laten. Dus kijk even gewoon wat je daar zelf leuk in vindt. Zo. Dit zit. Dan gaan we even kijken hoe de volgende onderdeeltjes komen. Ik heb hier namelijk die achterkant van de botsauto, zeg maar. En dan wil ik dadelijk dit glitter dingetje. Want die zit dus aan de buitenkant. Dus daar kan je nog een beetje de achterkant, zeg maar, soort van zien. Dan komen er nog stoeltjes in. Hier heb je dus dat grote deel. Dit is dat smalle stukje. Dan komen er dus nog stoeltjes in. Dat zijn deze. En hier met een donkerder of een afwijkend kleurtje kun je daar nog zeg maar een detail in zetten. Dus dat ga ik zeker ook doen. Dus dat gaan we dan nu even inplakken. Zo. Dus die losse stukjes. En dat zit er ook ingeëmbost waar je die precies op kunt plakken. Dus dat kan eigenlijk niet missen. Dat is wel ideaal, hè. Dan weet je precies waar die moet komen. Hopskee. Hopskee, daar gaat hij. Ja, deze stoel doen we ook. Want er komen twee stoeltjes in de botsauto. Zo. Oh, hij zit een beetje scheef aan de bovenkant. Ik moet hem even een beetje... Zo. Nou, dan doe ik die gewoon dadelijk andersom plakken. Dan zie je hem niet meer. Oh, ik heb hem nu andersom gedaan, zie je dat? Ik heb nu mijn lijm op mijn dingetje gedaan. Dat kan natuurlijk ook, als je het lastig vindt om lijm op die kleine onderdeeltjes te doen, dan kun je hem ook gewoon natuurlijk meteen even wat op het grote onderdeel doen. Nou, deze stoeltjes, die komen dus zo meteen hier zo in die botsauto. En ik ga deze, ga ik die met een foamtape doen? Nee, ik ga gewoon plat erop plakken. Dus ik ga eerst even die glitterstrook erop plakken. Die is dus hetzelfde als de voorkant van mijn karretje. Even wat lijm aandoen. En dan kan die geplakt worden. Nou, ik vind deze dus echt helemaal te gek. Ik ga nu dus een stoere jongens- of meisjeskaart maken. Maar ja, een botsauto, ja, dat is natuurlijk gewoon super, super, super leuk om te gebruiken. Zo. En ook dat is lekker altijd mogelijk, hè. Hoeft geen speciaal tijdstip van het jaar te zijn of zo. Kan gewoon altijd. Dat is gewoon leuk. Even kijken. Die stoeltjes. Die maken we erin. Hij gaat een klein beetje aan de achterkant uitsteken. Dus boven mijn
boven mijn glitterrandje uit bedoel ik dan. Zo, deze ongeveer even hoog. Zo. Hopskee. Nou, deze komt dus dadelijk hier zo erop. Oh, kijk nou, wat een leukie. Superleuk. Dan hebben we hier nog een ovaaltje, zeg maar. Die komt hier zo achter mijn... achter de voorkant van mijn botsauto, zeg maar, waar je tussen zit. En daar komt het stuur zo meteen nog erbij. Ik denk eigenlijk... Dan doe ik hem zo een klein stukje. Zo. En dan komt deze, komt daar weer achter. Even kijken of ik hem zo goed heb. Ja. Kijk, doe een beetje lijm aan. En dan kunnen we hem hier zo een beetje zo erachter plakken. Dat toffe stuur. Kijk. En dan kan dit zo meteen daarop geplakt worden. Dat gaan we zo meteen, of kunnen we eigenlijk ook meteen wel even doen. Vast is vast, hè. En dan doe ik dat even met een foamtapeje. Dan kan ik dadelijk mijn diertje nog erin zetten. Die wij zo meteen gaan in elkaar zetten. Dus, kijk, dan doe ik hier even een stukje foam. En aan de andere kant. En dan heb ik dadelijk nog ruimte genoeg om mijn diertje ertussen te zetten. Even kijken, deze. Oh, dit foamtapeje moet even een beetje naar beneden. Want anders steekt hij net erboven uit. Dat wil ik niet. Moet wel netjes zitten natuurlijk, hè. En die glitterrand aan de achterkant, die laat ik ongeveer aansluiten op de glitter aan de voorkant, zeg maar. Oh, zo. Dan heb ik nog allemaal lampjes en ik heb nog zo'n antenne dingetje wat aan een botsauto zit hier zo. Die plakken we daar eerst even aan. En een bolletje wat daar bovenop komt. Zo. Kun je ook een vlaggetje of zo aandoen, hè? Dat is ook wel heel erg leuk. Eigenlijk ook bij een feestkaartje. Kijk, en daar komt dan het bolletje nog op. Zo, helemaal leuk. En dan heb ik dus dezelfde kleur als die hier aan de binnenkant in de botsauto heb gebruikt. Heb ik daar weer bij gepakt. Dan de lampjes, die komen hier dadelijk op mijn glitter. En dat ga ik eventjes met een stukje tape opplakken. Want gewoon vloeibare lijm op glitter, dat plakt niet zo goed. En dan gaat het weer loslaten, dat wil ik allemaal niet. Dus ik gebruik hier de rode dunne tape van 3 mm van Studio Light voor. En die werkt echt heel fijn. Je moet hem alleen eventjes gewoon goed aandrukken. Dus dat hij hecht op je ondergrond. En dan kun je gewoon met een pincetje of met je waxpen, de punt ervan of zoiets, kun je zeg maar gewoon je beschermlaagje eraf halen. Dus wel zorgen dat je hem eerst gewoon goed aandrukt. En ik heb voor de lampen heb ik een beetje zo'n zilveren spiegelkarton gebruikt nu. Zo. Dus even goed aandrukken, hè, wat ik al zei. Oké. En dan kun je die beschermlaagjes zo eraf halen met een pincetje of wat dan ook. Deze was dus nog niet goed aangedrukt, want dan trek je dus de tape mee. Zorg dus dat je hem eerst goed aandrukt en dan pas een beschermlaagje ervan af haalt. Nu gaat hij. Nou, die rechte stukjes die komen hier aan de onderkant erop. En die rondjes die komen dadelijk op andere stukjes weer erop geplakt. En die kleine rondjes, die,
Die komen dadelijk weer op dat spiegelkarton wat ik erop heb geplakt nu. Dus daarop kan ik gewoon weer met vloeibare lijm doen. Even kijken. Hij wil. Yes. Kijk, die komen gewoon. Zo. In dat bothoutje zitten dus ook wat. Ja, door de glitterpapier is wat moeilijker te zien. Maar zitten daar wat lijntjes in gedrukt. Ik heb hier wel een onderdeeltje liggen nog waarin je het wel goed kan zien. Kijk. En dan kun je dus precies ook makkelijk zien waar dat je die onderdeeltjes het beste kunt plakken. Bij die glitter zie je het ook wel hoor. Maar op de camera gewoon wat lastiger. Dus ik dacht ook, leg even een stukje erbij, zodat ik het jullie goed kan laten zien. Deze komt hier. En dan gaan we nog eventjes hier die kleine lichtjes en zo allemaal op verwerken. Die zitten dus ook weer bij je stand zetten in. Kijk, hier is dat streepje. Daar zitten de lampjes die daarin komen. Hier is het bolletje en de lampjes die daarin komen. Zo. En dan gaan we even de wakstoeren bijpakken. Dat kan niet missen, hè. Die is mijn favorietje. En dan kun je die bolletjes kun je gewoon lekker goed positioneren op deze manier. Deze ligt op zijn kop. En ik heb dit dus gekozen om een lekker felgroen kleurtje te pakken. Want dat vond ik wel bij mijn kaartje passen. En die komt dus ook weer uit de Paper Patches Shades of Green. Dus dan kun je dus alles kun je daar mooi uithalen. Je kan ook de basiskleur van je botsauto daar uithalen als je dat wil. Hè? Of uit een designpapiertje. Ik vond het dus wel heel erg leuk om... om daar het glitterpapier voor te gebruiken. Maar dat is net wat je zelf mooi vindt. Het kan allemaal. Ho, dan haal ik per ongeluk mijn lampje eraf. In plaats van dat ik hem aandruk. Zo. Kijk, en dan is dit mijn botsauto. Yay, kei leuk weer toch? Nou, die gaat eigenlijk natuurlijk op mijn kaartje komen. En er komt nog een diertje in. Dat gaan we zo meteen eventjes doen. Maar we gaan eerst even terug naar ons shaker gedeelte. Want dit is nu wel best wel goed gedroogd, zeg maar. Dus daar kan ik lekker foam omheen gaan draaien. En dan kan ik dat dadelijk dit deel zo lekker erop doen als er schutmateriaal in zit. Ik heb foamstrips van Studio Light hier klaarstaan. Super fijn. Deze zijn een lekker lang formaatje. Ze zijn 20 centimeter lang, die strips. En 1,5 millimeter dik. Ze zijn 3 mm breed. Dus super fijn. Het nummertje van deze foamstrips is SLES Foam T06. En ik denk dat dit iets te dun is voor echt te shaken. Maar dat geeft niet, want dan doen we gewoon 2 laagjes op elkaar plakken. Wat ik wel altijd fijn vind is om van zo'n strip eerst even het beschermlaagje af te halen. En dan kun je dat heel makkelijk alle kanten op buigen. Zien jullie dat? Dus dan kun je ook makkelijk en mooi om die letters heen buigen. Dat gaan we dan ook doen. Nou kun je bij iedere letter zo'n foamstrip er tussendoor halen. Zodat je echt in iedere letter schutmateriaal hebt. Nou, ik ga gewoon om het hele woordje heen. Maar doe dat lekker ook zoals je het zelf leuk vindt. Hè? Dan kun je ook in iedere letter bijvoorbeeld een ander kleurtje schutmateriaal doen of zoiets. Hebben we even een nieuwe strip. Schermlaagje er eerst even af. Kan je hem gewoon heel mooi en goed om je figuurtje waar je iets mee wil doen heen buigen. En dan ga ik heel even kijken of mijn schutmateriaal dus dunner is. Dan hoef ik dus maar 1 laagje. Is die wel wat dikker, dan pak ik nog een laagje daar bovenop. Dus dan wordt die foamtape dan 3 mm. Hè? Ik ga hier nog een klein stukje. Want hier is hij nog een stukje open. En bij een shaker moet je zorgen dat die foamtape goed aansluit op elkaar. Want als er een opening is, kan daar je schutmateriaal uit. Ja, dat willen we natuurlijk helemaal niet. Dus zorg gewoon dat je hem goed bij elkaar aan laat sluiten.
Zo, dit stukje kan weer terug op mijn velletje. En dan kan ik dat een andere keer weer gebruiken. Dus ik ga even kijken. Ik heb het schutmateriaal erbij gepakt. Deze. Dat zijn 24 buisjes met schutmateriaal van Studio Light. Er zitten bolletjes in, hartjes, sterretjes, staafjes, zeg maar. Maar ook bloemetjes en vlindertjes in allerlei toffe kleurtjes. Dus 24 buisjes zet je ook makkelijk zo weg. Echt heel erg handig. En daar heb ik wat groen kleurtjes bij elkaar gezocht. Het nummertje hiervan is SLES Shake 101. Dus dan heb je echt meteen 24 buisjes met tof schutmateriaal. Wat je dus lekker zelf kunt mixen en matchen. Nou, ik zei het al. Ik heb lekker even wat groene buisjes. Ook wat wit en een klein beetje richting het blauwe. Dat heb ik hier bij elkaar gepakt voor mijn kaartje. En ik heb hier ook nog wat transparante pailletjes. Die komt weer uit een ander shaker setje van Studio Light ook. Dus dat is wel heel tof. Alleen ik moet dus even kijken of dat dit niet te dik is. Gaan we even naar kijken. Dus ik haal er even eentje uit. En dan leg ik hem heel even... Nou, dat gaat prima. Dus ik hoef geen twee laagjes op elkaar te doen. Ik kan gewoon lekker dit zo vullen. Dan moet ik wel even zorgen dat alles een beetje uit elkaar ligt. Dat het niet op elkaar ligt. Want dan gaat het denk ik moeilijker. Nou, ik ga lekker dus allerlei kleurtjes groen door elkaar heen doen. Dat vind ik wel leuk. En blitz bij dit kaartje. Licht, donker, fel, groen. Allemaal ga ik het gewoon lekker door elkaar heen gebruiken. En hier zijn sommige cirkeltjes zijn wat groter. Sommige zijn wat kleiner. Dus dat is echt... heel erg tof. En zo kun je dus echt lekker tof je eigen mix maken. Want soms past een kleurtje uit de mix weer net niet bij jouw bij je designtje, zeg maar. Of bij je creatie wat je maakt. En op deze manier, door die losse buisjes, kun je dus altijd de goede mix maken. Hier zijn weer wat lichtere bolletjes groen. En zo maak ik dus gewoon een lekkere mix. Ik leg het dus een beetje uit elkaar, hè, dat het dadelijk niet fout gaat. Dat het, als je meerdere dingetjes op elkaar hebt liggen, dan wordt het dus wat lastiger om hem te shaken. Dan komt er heel veel druk op één plek en dan krijg je soms niet dat je het leuk shaket als je tape niet zo heel erg dik is. Dus vandaar dat ik het even een beetje zo verdeel over mijn kaartje. Hier wat donkergroen nog. Nou, en dan gaat dadelijk nog allemaal lekker door elkaar geschud worden. Hè? Dus als je denkt, nou, ik vind het niet zo mooi verdeeld of zo. Dat komt dadelijk allemaal goed. Als je daar lekker mee aan het shaken gaat, gaat alles lekker door elkaar heen. Dus dat is ontzettend leuk. Hier nog een beetje van elkaar af. En dan heb ik nog één kleurtje wat ik erbij wil. En ik denk dat ik die transparante... pailletjes niet eens meer erbij doe. Dat ik het gewoon tof vind zo op deze manier. Kijk, hier nog een beetje van die staafjes en een beetje een blauwige kleur. Vond ik wel een beetje een leuke touch aan mijn mix. Zo. Zo, even kijken. Hier nog een beetje uit elkaar en dan kan die dadelijk lekker in elkaar geplakt worden. Yeah. Superleuk. Nou, dit is toch wel een stoere mix, hè? Dat kunnen stoere jongens en meiden goed gebruiken, denk ik zo. Oké, dan heb ik hier dat donkere papiertje nog, wat erachter komt te liggen. Oh, nou weet ik niet meer welke kant. Even spieken, hoor. Even spieken welke... Sorry, ik zit even buiten jullie beeld, maar ik was even aan het kijken. Ja, ik weet het alweer. Nee, ik weet het niet. Dit is toch erg. Nou, ik ga voor deze kleur die ik er gewoon op doe. Kijk, je papiertje heeft twee kleurtjes. Dus ik was even aan het denken welke kleur er nou ook weer op moest. Maar dit is best wel ernstig eigenlijk, hè? Nou, hij komt gewoon zo erop. Ik ga het nu niet meer veranderen. En dan druk ik hem goed aan op die plekken waar mijn tape zit. Zo. Zo.
En dan kijk dan. Oeh jee. Dus echt maar die 1 mm of 1,5 mm tape van Studio Light is dus gewoon prima om dit schutmateriaal in te gebruiken. Zien jullie dat? Ik was bang dat die te krap werd, maar ik vind hem helemaal leuk. Lekker feestelijk. Helemaal tof, hè? Nou, deze komt hier dus zometeen op mijn kaartje. En ik twijfel of ik deze vast even platter op ga plakken. Daar denk ik wel dat ik dat ga doen namelijk. Gaan we gewoon doen. Ik twijfel ook of ik nog wat gras erbij zou maken zometeen. Maar dat komt zo vast goed. Gaan we even kijken hoe we dat gaan aanpakken. Zo, even mijn dop weer op mijn lijm. En dan gaan we deze, zorg ik gewoon eigenlijk dat de bovenkant en de zijkanten, dat randje ongeveer even groot is. En dan komt dat eigenlijk goed met het formaatje, zeg maar. Zo, deze komt dus hier weer op. En dan ook, dan zorg ik dat die randjes gewoon mooi gelijk zijn. En ook hier ga ik eventjes wat vloeibare lijm aan de achterkant doen om hem te plakken. Zo. Mocht je het leuk vinden, kun je natuurlijk ook van die letters nog die tussenstukjes van die A en welke was nou nog meer? De R erin plakken. Ik kies daar niet voor om dat te doen, maar dat kan natuurlijk wel. Dat kan natuurlijk wel prima. Sorry, ik was even helemaal geconcentreerd aan het kijken of mijn randje ongeveer even breed was aan alle kanten. Zodat ik dit ook goed aan kan drukken. Kijk, en dan heb je dus twee losse delen. Maar dat gaan we dadelijk verbinden. En ik denk door een klein grasrandje. Nou, mijn botsauto komt dadelijk ook hier zo erbij. En ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Dus ik pak even mijn grasrandje nog erbij. En dan gaan we, dan moet ze natuurlijk nog wel even stansen. Want dat heb ik nog niet gedaan. Even kijken, Shades of Green moeten we hebben. En die ligt natuurlijk helemaal onder op stapel. Dat is natuurlijk altijd zo. En we gaan dadelijk ook nog een hele toffe tekst erbij maken. Dus dat gaan we ook nog doen. Yay! Oh, deze kleur vind ik misschien ook wel heel erg leuk erbij. Voor mijn gras. Dat kan denk ik wel. Nou ga ik gewoon de rechte gebruiken. Ik heb hier de borders van Graflab van het hoge gras. Dat is een nieuwe. En die is echt heel leuk. Er zit eentje met een beetje een boogje zeg maar erin. En een rechte. Kun je met elkaar ook weer combineren. En deze heeft het nummertje CCLESCD776. En die gaan we dus eventjes lekker hieruit stansen. Even kijken, dat plukje vind ik daar wel leuk nog. Zo gaan we hem even door mijn stansmachine heen halen. Oh, heb ik hem net verschoven natuurlijk weer. Zo. Ik haal hem gewoon even naast mij door mijn machine. Want als ik dat in beeld moet zetten, dan heb ik natuurlijk helemaal geen werkruimte meer over. Ja, daar komt die aan. Mijn gras. Woehoe. Nou, wil je nou dat ook netjes is afgewerkt, hè? Die zijkanten. Dan kun je natuurlijk eventjes die basismal weer erbij pakken. Ik vind dat juist wel heel fijn. Die waar ik dat vierkant die basis mee heb gemaakt. Ik pak die er eventjes weer bij. En die ga ik... wacht, ik moet even gewoon die verpakking eruit halen. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. die ga ik dan stansen, zodat ik die randen mooi verlopen met de rest van mijn kaartje. Dus alleen de randjes. Dan is die ook precies het goede formaatje wat ik ook heb gebruikt bij de basis van mijn kaartje. Deze plak ik eventjes vast en dan gaat die gewoon ook zo door mijn stansmachientje heen. Heeft die ook dat leuke stiksteekje aan de zijkanten meteen. Dus zo werkt dat voor mij zelf het beste. Hoe kan dit nou weer? Oh, ik denk ik ben mijn prullenbak kwijt. Maar kijk, gewoon scheel. Even kijken. Deze stans ik dus heel even erdoor. Het is maar echt een mini detail, maar ik hou ervan. Dat het gewoon hetzelfde is als de basis. Vind ik mooi. Beetje overdreven misschien, maar ik hou ervan. En dat moet je doen, hè. Kijk.
En dan heeft hij dus zo'n mooi stiksteekje. En dan is hij hetzelfde formaatje. Kijk, hier valt nu een beetje iets weg. Trek ik er gewoon even af. En dit halen we er ook even af, want dat vind ik niet mooi. Zo. Helemaal goed. Deze kan daar weer bij. Dit ruimen we zo meteen wel op. Kijk, en dan gaan we dit grasje gaan we hier bij verwerken. En dan vind ik het eigenlijk nog toffer overlopen. Dus je kunt het hier achter doen of je kunt het hier op doen. En ik denk dat ik het een beetje zo erachter ga verwerken. Vind ik wel leuk. En die botsauto, die doen we dan, dat denk ik wel een beetje zo voor. Kijk, dan zie je dat gras zo een beetje. Oh, ik ben wel echt iets doms vergeten eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik wilde eigenlijk nog een strookje met tekst erbij doen. En toen dacht ik, oh, of zal ik dan de botsauto, dat het gras een beetje zo ervoor komt. Dat is misschien ook nog wel leuk. Dan komt die botsauto een beetje zo erachter te staan. Dan gaan we hier nog een stripje, want dan kan ik hier mooi mijn tekst op doen. Ja, dan moet je ook niet de hele tijd vergeten deze, dat weet ik. Maar zo zit het nu eenmaal. ik wilde namelijk, hier komt dadelijk een koetje in. Dat gaan we eerst even doen. We gaan eerst even die koe erin maken. En dan gaan we stempelen. Eén voor één. Niet alles tegelijk. Ik heb hier namelijk Betty de koe heb ik gemaakt. Maar dan in een mooie bruine koe versie. Even kijken, dit is Betty de koe. En daar kun je dus een koetje van maken, een bul van maken, een Schotse hooglander, net wat je wil. Ik heb er ook al een paardje van gemaakt. Die video vind je ook hier op mijn kanaal. Het nummertje van deze mal is CCLFRCD774. En die gaan we dus eventjes in elkaar plakken ook. Ik heb hier het koppie en het snuitje. Nou, ik wil nog even wat blos op de wangen geven. En dan pak ik gewoon mijn rode borsteltje even. Zodat ik even een beetje blos aan zijn wangen kan geven. Niet te veel, gewoon een beetje. Omdat het kan. Deze gaan we even met een klein foamtapeje op mijn hoofdje van mijn koe plakken. Zo. Ik vind het leuk dat hij net een beetje hoger komt als de rest van zijn koppie. Yes. En dan gaat hij zijn lijfje nog krijgen. En ik ga zijn lijfje. Wacht even. Zijn lijfje ga ik een klein beetje schuin eronder plakken. Dus dat hij een beetje schuin met zijn hoofdje kijkt. Joh. Ik wou zeggen, dan moet hij wel lukken. Zo. Even denken. We gaan eerst zijn oogjes plakken. Doe ik gewoon even hier een klein beetje lijm erop. Ik zit volgens mij een beetje weer naar beneden nu te werken. Even wat omhoog. Ik wil altijd alles naar me toe trekken onder het knutselen. Kennen jullie dat? Zo. Een beetje te laag. Een beetje terug. Zo. Oh. Hij wil niet wat ik wil, jongens. Moet ook nog een beetje gelijk zitten, hè? Vind ik dan, hè? Dan doe ik ook even zijn neusgaatjes. Klein beetje lijm op. Zo. Oh, en ik heb nou die oogjes opgeplakt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet handig wat ik heb gedaan. Want het wordt een coole kaart. En dat is wel heel tof. Dat ik hem een zonnebril op ga geven. Toch? Ik ga het wel even een mondje krijgen ook. Hou ik even met een pincetje vast. Zo, er zit een beetje veel op. Ik doe even met mijn vinger eroverheen hoor. Anders krijg ik dadelijk een dikke klodder. Kijk. Mondje erbij.
Zo, hij krijgt horentjes en oortjes. Alles krijgt hij gewoon van mij. Lief, hè? Zo, dit zijn zijn horentjes. Die krijgt hij nou eerst even. Zo. Hopskee. Zijn horens. En dan nog even zijn oren. Die hebt hij ook nodig natuurlijk, hè. Ik heb de horens en de oren heb ik dezelfde kleur gemaakt. En al deze kleurtjes heb ik uit het blokje Shades of Brown gehaald. Van die blokjes die ik heb laten zien hier in het begin van deze video. Oh, mijn buik begint een beetje te knorren. Horen jullie dat? Sorry. Mijn buik heeft een beetje trek, geloof ik. Etenstijd. Nou, is bij mij de hele dag etenstijd, maar... even kijken. Ik ga eventjes kijken eerst hoe die bril uit gaat komen. Ik heb namelijk uit dit setje, accessoire setje met het vliegtuigje van Kraftlab, heb ik dit pilotenbrilletje gehaald. Daar heb ik al in heel veel creaties gedaan. Het nummertje hiervan is CCL-FRCD-467. En ik heb hier een lekker felgroen brilletje. Kijk, want die oogjes zie je dan toch niet meer. Haha, gefopt. Dus eigenlijk had je die ook net zo goed niet kunnen maken. En ik had, maar ik weet nog niet of ik het echt ga doen. Ik had namelijk van die, van dat spiegelkarton. Daar had ik ook nog deze van gemaakt. Nou weet ik niet meer hoe ik zat zitten. Dat zul je altijd zien, hè, zo. Of dat ik het zwart doe. Maar je hebt toch ook van die zonnebrillen en die hebben echt zo'n spiegelglazen. Vond ik ook wel geinig. Maar misschien dat ik hem in het zwart leuker vind. Dus ik ga hem nog heel even nog een keertje stansen in het zwart. Dan ga ik even kijken wat ik leuker vind. Een beetje grijze glazen. Even kijken. Pak ik gewoon even weer een papiertje erbij wat ik hier nog heb liggen. Ik denk dat het een beetje grijzig wordt. Zo, even stansen. Dus daar kan je ook nog mee spelen, hè? Met een lekkere zonnebril ervan maken. Dat is natuurlijk ook superleuk. Zo, en dan moet ik natuurlijk die glazen hebben. Dus niet de buitenkant van het brilletje, maar de glazen. Waar heb ik nou die standset neergelegd? Oh, hier. Oké, dat doe ik dadelijk even terug. Ik heb echt te weinig ruimte eigenlijk. Slecht, hè? Ja, nou wordt het een beetje grijze glazen. Ik weet het niet goed. Het is misschien nog meer een zonnebril, hè? Zo is hij wel heel blits eigenlijk. Even kijken, hoe ga ik hem doen? Dit glas komt zo. Eigenlijk moet ik hem misschien gewoon op zijn kopje plakken. En dan kijken welke glazen ik leuk vind. Ja, dat ga ik gewoon doen. Want dan kan ik zien wat ik bij het koetje leuk uit vind komen. Dus ik ga een heel smal stukje tape knippen. Die ik achter die bril ga doen. Zodat die klein beetje verhoogd komt. Ik hou ervan. Als je te veel geprutst vindt, niet doen. Dan plak je hem gewoon vlak erop. Ik vind daar net van die kleine leuke dingetjes die ik het vind maken bij zo'n poppetje. Bij zo'n diertje moet ik zeggen. Zo, nog zo'n heel klein smal. Ik wou zeggen, waar is die nou? Maar hij hing aan mijn schaar. Zo. Dus die plakken we gewoon op verschillende stukjes van die bril. Even gewoon zo'n heel dun strookje. Ik denk dat jullie het bijna niet eens kunnen zien. Kijk. Ik ga nog één dingetje hier zo plakken. En dan vind ik hem goed. Ik zit ook gewoon buiten jullie gezichtsveld te werken. Dat is ook niet eerlijk, hè. Dan kunnen jullie het ook niet zien. En een koetje. Dat komt natuurlijk dan dus in mijn... hoe heet het? In mijn botsauto. Gewoon omdat het kan.
Kijk, dat brilletje ga ik nu opzetten op zijn koppie. Hij komt ook een beetje hier zo erop. En dan daar zo. En wat ik dan wel even doe, je kunt dit eromheen vouwen als je wil of afknippen. Net wat je zelf wil, maar dan vind ik dat hij beter aansluit bij mijn diertje. Dus ik plak hem dan gewoon aan de achterkant eventjes. Doe wat lijm erachter en dan plak ik hem daar gewoon even vast. Dan is hij gewoon precies op maat van het diertje wat je gebruikt. Natuurlijk zijn die kopjes niet allemaal precies even groot. En op deze manier is het gewoon toegankelijk voor alle diertjes. Kijk, een bril precies op maat voor onze Betty. Nou, dan ga ik even kijken welke kleur glazen ik erin wil doen. Ik vind deze namelijk ook wel echt heel cool eigenlijk. Zullen we hem gewoon doen? Lekker die blitse glazen of gaan we toch voor die grijze? En dan moet ik nog even kijken dat ik het er tussenuit krijg natuurlijk. Nee, ik ga voor de blitse glazen. Vind ik wel leuk. Is een keer wat anders. Nou, dan ga ik dus natuurlijk ook weer even zo'n foamtapeje achterplakken. Dan hoef je nou iets minder te pieterpeuterigen. Want dat past gewoon erachter. Ziet niemand. En die oogjes zie je niet meer. Dus daar heb ik helemaal voor niks op zitten plakken. Zit ik daar helemaal netjes te doen en mee te prutsen en te verschuiven. En dan zie je het dus niet meer. Handig, hè? Kijk, deze plaatsen we gewoon zo op erin. Ik moet nog wel even wat sproetjes geven aan hem. Vind ik wel leuk. Ook al is het gewoon een stoere kaart. Ik vind het cute. Moet toch ook een beetje cute zijn, toch? Oh, kijk nou dat brilletje. Met die hippe glazen. Die spiegelglazen erin. Kijk hier op zijn wangen. Even een paar sproetjes. Zo. Oh, ik moet zijn manen nog. Ik heb bijna zijn manen vergeten, de Kenny, hè? Oh, dat is wel leuk, want dan komen die weer een beetje over die bril heen gevallen. Anders kwam die bril natuurlijk helemaal ervoor te zitten. Nou komt ze een klein beetje... Oh, kijk nou hoe gaaf. Zijn haren helemaal lekker over die bril heen. Ik vind het leuk. Ik denk wel dat ik trouwens het met een foamtapeje op moet plakken. Anders dan ziet dat er denk ik minder leuk uit. Ik ga gewoon even zo'n richeltje foam erin plakken. Daarop plakken. En dan gaan we dadelijk eens kijken hoe die in mijn botshoutertje komt. En dan ga ik jullie eindelijk mijn leuke tekst vertellen die erbij komt. En hoe ik die ga maken. Zo, kijk zijn haren. Zo, of haar haren, zijn haren, net wat je wil, het kan allemaal. Oh, kijk nou. De blits toch gewoon. Wat een stoere. Nou, deze komt hier dus lekker in mijn botsauto. Oh, die past toch ook wel kei leuk zo. En ik was even aan het denken welke pootjes ik wilde gaan gebruiken. En ik dacht, misschien is het wel geinig als hier een klein beetje zijn staartje nog zichtbaar is. Maar ik denk, ik doe hem ook nog verkeerd om. Ik denk dat je dat bijna niet kan zien eigenlijk. Maar het is wel grappig toch, als hij wel gewoon zijn staartje eraan doet. Ik doe dat. Vind ik leuk, als hij een beetje zo uit het autootje steekt. Doe ik zijn staart met zo'n kwastje eraan, met haar. Wat langer haar bedoel ik dan, want aan zijn hele staart zit natuurlijk haar. Maar... Zo. En dan doen we dit aan zijn lijfje nog. En dan steekt die staart een beetje dadelijk misschien wel uit die auto, hoop ik. Niet te laag doen. Ja. Hij zit. Even kijken. Ja, kijk nou. Dan zie je dus... Kijk dan hoe leuk het staartje zo uitsteken. Dan moeten we nog even zijn pootjes. En ik was even aan het denken welke pootjes ik ging doen. Maar ik denk die korte. Ga ik eerst even die hoefjes op plakken. Dus eigenlijk wat normaal als voetjes doet. En die ga ik er denk ik even omheen buigen zometeen. Even hier wat lijm erop waar zijn hoefjes op komen.
Hupsakee. Oh, die zit niet helemaal recht. En die andere. Hupsakee. Even kijken. En dan gaan we die dus een beetje zo eraan plakken. Zodat hij wel met die pootjes natuurlijk zijn sturen vasthoudt. Oh, mijn buik. Dat is echt niet normaal, jongens. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Kijk. En dan... Oh, die mag wel een beetje verder. Anders dan ziet het er een beetje raar uit. Want dan heeft die poten die helemaal oversteken. Kijk, zo kan hij hem wel een beetje vasthouden, denk ik. Ik ga deze een beetje zo naar achter bewerken. En je kan ook eentje in de lucht doen. Ja, nu zit deze wel dan in spiegelbeeld. Dat moet dan nog even niet. Wacht, ik ga hem iets verder. Ergens denk ik, kan beter gewoon zo'n stukje afknippen. En hem gewoon daar los op plakken, zo'n hoefje. Dan komt dat beter tot z'n recht misschien. Zo. En die andere. Die klap ik ook een beetje zo diezelfde lengte om. En dan. Oh kijk, dit is wel echt wel heel leuk hoor. Ja, zo daar plak ik ook weer vast met een foampje. Hoe kan het ook anders, hè? Ik en foam. Die zijn niet te scheiden. Oh, ik vind hem echt super leuk. Volgens mij heb ik dit koetje zelf ook nog niet vastzitten. Wacht even. Anders gaat hij dadelijk schuiven en dan zitten die poten niet meer goed. Dus eerst de poe vast en daarna de poten. Nog een extra foompje erbij. Ga ik even zijn koppie zorgen dat hij hierop vastplakt. Kijk, ik vind het wel leuk als je nog een beetje van die mast, van die antenne ding kan zien. Oh. Zo. Zit hij er helemaal stoer bij. Kijk hem dan gaan. Woep woep. Tuut. Doe even aan dat hoefje doe ik dus die tape. Dan ga ik even kijken dat ik hem een beetje leuk positioneer aan dat stuur. Zo, hij hangt er een beetje in. Mag best, hè? Beetje een soort hangjeugd. Kijk nou, ik vind hem zo leuk. Kijk mijn koetje gaan, joh. Nou, je kunt ook twee diertjes nog zelfs erin zetten, hè? Dat past ook gewoon, dus dat is ook wel heel erg leuk. Nou, deze komt dus hier dadelijk op mijn kaartje. Steekt zelfs nog iets uit. En dit gras ga ik dus hier ervoor maken. En dan moet hij eigenlijk over het gras heen. En dan de baan op, toch? Deze maak ik erop, zodat ik hier dus mijn tekst op kan stempelen. En dat ga ik doen met deze... alfabet tekst van Kavlap ook weer. En deze heet dus ook alfabet met het nummertje CCL ES stamp 555. En dan wilde ik een grappige tekst maken. En dat wilde ik doen met, hoe heet het? Jij bent, dat staat hier al hè. Jij bent jarig. En dan komt er nog bij. Dit komt op het einde. Jij bent jarig. En dan komt er aan het begin. Vet cool. En dan wil ik van cool. Wil ik een woordspeling maken. Dus dat je. Koe. Gewoon van de koe. Die er in de botsauto zit. En dan de L erachter zetten. Vond ik wel erg leuk. Dus hier maak ik vet van. Want hier zitten alle lettertjes gewoon los ook in.
Wet. Doe ik even met mijn stempelhulpje dadelijk netjes hoor. Wet. En dan cool. Van de koe. En dan, oh, de L heb ik ook meteen. Mooi. De O nog en de E heb ik er al liggen. En dat vind ik dus echt helemaal leuk, hè. En dan wil ik denk ik het woordje koe met embossingpoeder of zo doen. Dus dat dat een beetje afsteekt van de rest, zeg maar. Ik pak even mijn stempelhulpje erbij. Zo, dit even een beetje aan de kant. En dan mijn stempelhulp. En dan ga ik even mijn gras mee vastzetten. En die losse lettertjes, die doe ik één voor één stempelen. Want dan kan ik hem altijd net iets mooier en beter op elkaar aan laten sluiten. Ik leg hem hier even tegen de rand aan, dat hij ook gewoon netjes recht ligt. En dan kan ik het woordje jij bent, of de woordjes bedoel ik, jij bent, kan ik wel alvast stempelen. En dan doen we dadelijk vet cool. Jij bent, dat doe ik gewoon in zwart. Even kijken, City Lights krijgt ook een hele toffe nieuwe inkt. Permanent inkje ook. Zwart. En die stempelt ook echt heel mooi je teksten. Dus dat gaan we nu ook even doen. Ja, ik wou zeggen, waar zijn mijn teksten? Maar die zitten hier aan mijn klepje. Nou, het handige van de stempelhulp is dus gewoon dat mocht je tekst niet goed gaan, dan kun je hem altijd opnieuw nog een keertje doen. Zonder dat je van plek verandert, zeg maar. Want dan kan je met een acrylblokje, dan krijg je dat eigenlijk bijna niet zo goed voor elkaar. Nou, ik heb wel heel veel geoefend, dus soms lukt het wel. Maar een stempelhulpje is daarin toch wel echt veel prettiger. Dus, jij bent jarig. Staat er dan. En dan komt er nog vet cool voor. Nou, dat is toch wel een hippe kaart, toch? Dus de L, die wil ik nog gewoon stempelen. Even kijken. Nou komt hij precies bij dat stukje gras. Dat wil ik eigenlijk niet. Even kijken zo. Even proberen hoe die letters uitkomen hoor. Of dat ik een beetje zo recht zit. Ik denk het wel. Ja. Ik doe hem gewoon. Dus de L stempel ik dan vast. En dan doe ik de andere letters. Doe ik dadelijk met de Versa Fine inkt. En dat is een transparant plakkende inkt. En dan doen we dus de andere letters. Van, zodat je het woordje koe ook nog krijgt, zeg maar. De L hebben we dus. Ik weet ook nog echt niet of dat er grappig is hoor. Maar ik denk dat er grappig is. En dan moeten we even een embossingpoedertje bij zoeken. In een leuk kleurtje. Wat past natuurlijk ook nog. Mm-hmm. En wat niet, ik denk dat ik gewoon goud doe. Dus we doen gewoon gouden embossingpoeder. En dan doen we de Versamark, pak ik erbij. En dan moeten we even goed kijken dat ik het in de goede volgorde doe. Dus eerst de E. Waar heb ik hem? Hier. Zo. Het is even puzzelen, hè? Maar dan krijg je ook wat, toch? Ik vind het altijd wel leuk dat je dan een beetje net iets anders hebt. Zo. Ik ga hem even eraan stempelen. En ik denk dat hij zo op de goede hoogte komt. Dus dan doe ik die transparant plakkende inkt eraan. Aan mijn letter E. Klap ik hem dicht. En dan zie ik netjes een afdruk. Mooi. Dan kan ik naar de O. Ik moet wel goed kijken hier. Hè? Dus voor jullie denk ik niet goed te zien. Want het is een transparante inkt. Ik zie nu dat die inkt nat is. Dus vandaar dat ik denk, oké, hij heeft het goed gedaan. Voor jullie is dat denk ik moeilijk te zien. Voor mezelf zelfs al. Want ik kan niet met mijn neus er bovenop. Ik ga het gewoon proberen. Als het mislukt, dan duw ik de grasrand gewoon eronder. Of een nieuwe grasrand. Dat kan ook nog, hè?
Ja, die is ook gelukt, de O. En dan nog de K. Oh, ik moet niet mijn, mijn natte doekje op mijn papier leggen. De K heb ik hier. Die doe ik ongeveer hier zo, denk ik. Ik hoop dat die dadelijk een beetje mooi zit. Dat is dus wat moeilijker te zien als je dus je embossingpoeder gebruikt. Als je gewoon kleurtjes indoet, kan natuurlijk ook. Dan gaat dat wat makkelijker. Kijk, nou ga ik eerst eventjes mijn poeder op dit woordje koe strooien. Dit kan ik wel even zo laten liggen. Doe ik even een papiertje eronder. Zo. En dan ga ik mijn gouden embossingpoeder ga ik daarop strooien. Op die transparante inkt dus die ik net heb aangebracht. Zo, tik je de rest, het overtollige, haal je er gewoon even af. Vaak blaas ik er nog even overheen. Kijk, nou kunnen jullie hem gewoon goed zien, hè? Nou, dat overtollige poeder, dat doe je weer in je potje terug. Zo. Dit kan weer aan de kant. En dan moet ik hem nog even verwarmen. En ik hoop eigenlijk dat mijn heat tool er nu in zit. Ja. Kijk, dan ga ik gewoon even dat woordje koe ga ik verhitten. Zodat dat samen smelt, die poeder. En dan wil ik dadelijk nog vet ervoor zetten. Nou, dan is het toch dik en dwars een stoere kaart, of niet? Dubbel en dwars, moet ik zeggen. Kijk hoe leuk. Ik vind het leuk. Oké, dan komt nog het woordje vet erbij. Even kijken, de V heb ik hier. Ik moet eerst de T hebben. Eerst de T. Ja. En dit doe ik weer gewoon met zwart, hè. Dus ik heb alleen het woordje koe in het embossingpoeder gedaan. Kijk. En hoe... Oh, dan heb ik weer dat doekje op mijn papier gelegd net. Niet zo heel handig. Maar ja. De E nog een keertje. Die heb ik nog een keer nodig. Even goed omleggen. Maar zie je hoe leuk ook dat alfabetje, hè? Dan kun je dus al je eigen tekst, stempeltjes, woordjes, net wat je dan ook wil, kun je daarmee maken. Dus dat is echt heel erg leuk. Zo. Oh, die is verschoven. Oh no. Hij is een beetje... Wacht even, denk hoor. Moet naar onder. Ik denk met de inkt eraan doen dat hij een beetje omhoog is gegaan. Dus ik hoop dat ik hem nou nog goed gepositioneerd krijg. Ja, hier doe ik het voor. De E en nog de V. En dan heb ik mijn tekstje erop zitten. Dat is toch grappig, hè? En dan heb je zo'n blitse koe in een botsauto. Nou, helemaal leuk. Hopsa. En dan ga ik deze eruit halen. Dan kan die op mijn kaartje komen. Die leg ik hier even opzij. Had ik deze al vast? Nee, nog niet. Deze komt dan, dit grasje komt dan hier. Misschien kan ik hem nog wel ietsjes hoger doen. Zo. Zo ga ik hem gewoon erop doen. En ja, je kunt er dus voor kiezen om hier nog een strookje eroverheen te doen. Ik denk dat ik daar niet voor ga. Ik ga hem ook gewoon plat erop plakken. Dus niet met foompje nog of zo. Gewoon plat.
Zo. En dan even, als het kan, een klein beetje rechts. En dat kan best wel goed. Top. En dan komt deze, plak ik dan die botsauto, plak ik dan hier zo een beetje eronder. En ik had hem hier aan de zijkant, maar ik kan eigenlijk ook wel een beetje zo naar het midden toe. Is ook wel leuk. En dan gaan we nog eventjes wat tape, denk ik, achter plakken. Ga ik dat doen. Aan de bovenkant in ieder geval. Maar aan de onderkant ga ik hem gewoon plat laten. Dus hier doe ik even een foamje achter. En aan de onderkant doe ik gewoon eventjes wat vloeibare lijm. Zo. En dan kan dit zo op mijn kaartje erbij. En dan doe ik hem, zie je dat? Kan hij ietsjes hoger, want dan zie je die bumper ook nog goed van die botse auto. Oh, ik vind hem echt te leuk weer. Hij is lekker groot. En ik vind de tekst gewoon echt ook te gek erbij. Vet cool, jij bent jarig. Hier lekker allemaal schutmateriaal in. Onze toffe botsauto met onze Betty erin. Dus een superleuke, stoere jongens- of meisjeskaart. Nou, ik hoop dat jullie hem ook weer leuk vinden. Natuurlijk zie ik graag jullie creaties tegemoet als je hier ook mee aan de slag gaat. Dus tag me even. Vind ik hartstikke leuk om te zien wat jullie ervan maken. Ik vond het leuk om deze weer met jullie te delen. Ik hoop jullie ook. En een duimpje vind ik natuurlijk super leuk. Een reactie vind ik heel leuk. En mocht je hem maken, plaats ook even mijn link naar de video erbij. Dank jullie wel weer voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!